Africa, Dumbo. Tim Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways after take. This time for Africa. Sanne, van harte welkom namens de Dorpsraad en alle andere mensen aanwezig hier. Ja? Wij willen jou dus vandaag proberen in te huldigen. We hebben dat al vaker gedaan, dus je weet een klein beetje hoe het zich zal gaan verlopen. Ja, even, ik zal eerst even de persoon voorstellen die naast Sanne zit. Naast Sanne zit Kathleen van der Winden. Dat is haar grote steun en toeverlaat. Zij heeft het paard in Tokio helemaal verzorgd. Zonder haar zou het waarschijnlijk. Oh, en Sanne ook, hoor. Goed zo. Nou, welkom, Sanne. Wij zijn gewoon weer blij dat je weer terug bent. En we zijn er ook inderdaad blij mee, want we hebben iets om te vieren. En Sanne Voets, die daar toch eens even twee keer goud mee brengt in Tokio. Het is niet niks, hè. Nee. En nou is het mooiste, dat heb je ook niet alleen gedaan. Je groemen is al een beetje ook in de bloemen gezet, heb ik net gezien. Dus dat komt helemaal goed. Maar ja, paard doet ook altijd nog mee, hè. En het betekent dat het eigenlijk gewoon een teamsport is. Jij bent niet alleen, jij doet het samen met jouw paard. En heb je laten zien dat je in al die jaren, want het loopt eigenlijk al vanaf 2009 dat jij met kampioensterken thuis komt, heb jij dat toch geregeld? Dat je dat paard zover hebt gekregen, en hij jou ook, die elkaar begrijpt, die elkaar verstaat. En het minste geringste wat jij verandert in je zit of in je lichaam, dat dat doorgegeven wordt aan de beest en die precies doet wat jij wil en ook andersom. Want als je iets fout doet, krijg je terug van je paard. Dan hoor je dat en dan voel je dat. Hij kan niet praten, maar hij laat het wel voelen. En dat is precies met de mensen die kunnen praten. Dus dat is ook het afreageren op een dier, wat dus op een gegeven moment goed moet gebeuren. En iemand, je kunt het best iemand de klap geven, in dit geval een dier, maar je moet dat nooit doen. Als je dat zou doen, moet je toch wel verdomd goede redenen hebben om dat te doen. En dat heb jij laten zien in die afgelopen jaren, dat jij dat gewoon zelf hebt gedaan en zelf hebt bereikt met jouw paard. En ik moet altijd even kijken naar die naam, want die ken ik allemaal niet. Maar de naam van de paard is Demantour, oftewel Dem of Demi. En daar heb je die glorie mee bereikt. Dan heb je nog meer van die uitspraken. En als je zegt dat Paralympiker, zoals jij dus dan bent, dan zeg je van nou, wij moeten niet kijken naar dingen die we niet kunnen. Wij moeten zeggen veel meer, dus activeren de dingen die we wel kunnen. En dan is het helemaal voor de buitenstaander niet meer te zien, wat je zelf ook zegt. Als ik op een paard zit, ziet niemand aan mij wat ik heb. En dat is het mooie ervan al, dat je dus inderdaad de dingen die je kunt, heel goed hebt geactiveerd en laten zien naar buiten toe, naar ons toe. Dus wij zijn ook als Berchem heel trots om jou een keer als inwoner te hebben. En dan wil ik het besluiten met jou heel hartelijk te feliciteren. En zeker met die twee gouden en een zilver voor het team. Maar twee goud individueel. Nou, het is geweldig.
En dan moet er nog de tweede zijn die het al even naart. Dankjewel. Nou, het mooiste, nou heb ik de bloem van de groen. Maar die, ja, die heb ik niet gekregen, maar die moet ik weer afgeven. Natuurlijk, dat begrijp je wel. Maar in ieder geval, jij ook gefeliciteerd. Want je hoort er wel ter degen bij. Want als team is toch belangrijk dat je samen functioneert. Bergen is ons aan het hart gelegen. Bergen door alle jaren heen. Bergen kunnen best niet vergeten. Bergen door alle jaren heen. We luisterden naar de historie op ons vader en grootvaders knie. Wat er die ogen blonken bij die glorie. En dan stronde de vergeten niet. Bergen door alle jaren heen. We luisterden naar de historie op ons vader en grootvaders knie. Wat er die ogen blonken bij die glorie. En ons stronde de vergeten niet. Ik heb meegenomen de wethouder Bergen en de wethouder Sport, want een Olympisch kampioen, die heb je toch niet zomaar in je midden. Er is wel wat gebeurd, hè, dames en heren, en u bent allemaal gekomen om Sanne, die we natuurlijk al jaren kennen en die hier ook schittert in de meest mooie fotoboeken, hè, van de Bergse dorpsgenoten die de top bereiken. Om haar te feliciteren. Maar het is niet zonder slag of stoot gegaan. En dat weten we allemaal. Want je bent aan het trainen en je bent aan het trainen. En dan komt er opeens, vlak voordat het grote moment er is, komt COVID. En dan worden al je dromen worden gewoon in gruzelementen gegooid. En dan is het maar helemaal de vraag of het nog doorgaat. En natuurlijk, Sanne, die weet als Olympiër wel hoe dat gaat. En ze is al eens een keer naar Rio geweest. Dus het is natuurlijk, uiteindelijk is het iemand die, ja, die draait de hand er niet voor om. Maar toch, op dat moment gaat er wel wat door je heen. En dan weet je dus niet of alles waar je al die jaren voor getraind hebt, waar je voor in hebt gezet, of het doorgaat. En dan moet je accepteren, aanpassen en doorgaan. En ik denk dat dat de topsporters onderscheidt. Mensen die zich aanpassen en die zeggen, we moeten accepteren wat hier gebeurt. Dus ga je een training in, vanaf vorig jaar maart eigenlijk al, waarin je niet weet of het doorgaat. Dan wordt het afgezet en dan weet je niet wat er verder gaat gebeuren. En je moet doorgaan met trainen, je moet doorzetten, je moet je zinnen verzetten en je moet door. En dan komt Tokio en het is niet zoals je was gewend van Rio. Je kunt je familie niet meenemen. En dan in die omstandigheden weet je gewoon alsof het niks is. Twee keer goud en één keer zilver neer te zetten. Ondanks die omstandigheden. Terwijl je familie er niet bij is. Je gaat je aanpassen. Je accepteert het. En je zet door. En dan ben je dan een voorbeeld voor heel veel mensen. Maar jij bent wel degene die er uiteindelijk staat en die het moet doen. En je hebt iets ongelooflijk vasthoudends, iets, ja, je zult er komen en je gaat doorzetten. Je kiest je eigen koers en hier zit je dan. Ik vind het heel mooi. En ondanks dat ik maar uit Os ben, ik weet niet waar dat vandaan komt, volgens mij heb ik net zoveel van Bergen als van Os, maar dat doet er niet toe, tenminste dacht ik zo. Ga ik je iets geven waarbij ik me nu afvraag of je er wel blij mee zult zijn. Dus dat is wel een gewetensvraag. Dus ik ga eerst aan de wethouder Bergen vragen om jou de bos bloemen te geven, want dan weet ik in elk geval, die komt vallen in goede aarde. Joop, wil jij als eerste de bos bloemen overhandigen? Thank you.
Dank je wel. En het is, ja, ik durf het niet te zeggen, een osje van verdiensten. Ja, ik vind het wel. En we hebben aan jou en je paard en jou en je familie. We denken ook aan jou en Bergen en Bergen en Os. Dus bij deze. Dan krijgen we weer een spreekster. En zeker de Caroline Munsters van Moxiesport. Van harte gefeliciteerd en natuurlijk ook Kathleen met deze ontzettend gave prestatie. Het is natuurlijk niet niks om zomaar gewoon goud, wederom goud in de wacht te slepen. Twee keer goud en zilver. En ook al regerend Europees kampioen te zijn, wereldkampioen. En ook nog je Olympische titel te prolongeren. Dus ik wilde ook een beetje een inkijkje geven dat wat Sanne zo goed doet en wat je ook zo'n ontzettend grote atleet maakt, is dat je aan elk detail denkt. En alle kleine details samen zorgen ervoor dat je het grote verschil maakt. En dat is denk ik wat we in Rio hebben gezien, wat je op het EK ziet, maar ook nu in Tokio. Met het hele team wat je achter jou hebt staan, wat je helpt. En dus ook echt twee dressage, hè? De Emily en Marieke en Seth. Alle details worden besproken. En het stukje wat dus in Tokio extra uitdagend was, was ook de hitte. En daar hebben wij jou een stukje mogen helpen. Er moest een plan B bedacht worden, want we konden niet in de hete zomer van Nederland ons voorbereiden op de hitte. Dus jij komt dan ook met een plan B. Er wordt dan ook een hele heaters en alles geregeld. Er wordt een indoor hal geregeld bij Schaik Equestrian Estate die dat beschikbaar stelt. En daar ga je dus echt bikkelen 2 weken in die hitte. Terwijl je van tevoren weet dat het niet de leukste weken gaan zijn. En dat zijn de weken in aanloop naar een Olympische Spelen. Dat je eigenlijk de puntjes op de i wil hebben. Je gevoel moet top zijn. En jij gaat eigenlijk die 2 weken afzien, weten dat het gevoel helemaal niet fijn gaat zijn, maar dat het uiteindelijk daar gaat helpen om goed te presteren. En dat vind ik ontzettend knap. Ontzettend gefeliciteerd en heel veel succes. Nou mag de Stichting Carnaval een woordje doen. Ja, Sanne. Het deed mij natuurlijk al heel veel deugd, dat je net uit volle borst, want daar letten wij natuurlijk op vanuit de Stichting Carnaval, dat jij het Bergslied uit volle borst meezong. Dan is het eigenlijk al geslaagd voor ons. Ik heb mijn, wij noemen hem Stinky. Die heb ik even overhandigd, de wietstok, aan mijn adjudant. Want ik wil geen fouten maken in een woordje richting een Olympisch kampioen. Maar ik wil even stilstaan bij jouw prestatie. En dan pak ik even de woorden terug van een andere Olympische grootheid eigenlijk. Winnaars hebben een plan en verliezers hebben een excuus. Dat zul je ongetwijfeld kennen. Dat is een tegeltjeswijsheid die echt verzonnen is door Mark Lammers, een hockeycoach. En die heeft dat ook bewezen. Als je een goed plan hebt, dan zie je ook dat het kan slagen. En zorg dat je team mede-eigenaar wordt van je plan. Nou, als er iemand is die iemand mede-eigenaar heeft gemaakt van haar plannen, dan zit ze hier. Sanne heeft iedereen meegenomen in haar omgeving. En daar wil ik gewoon even bij je stilstaan. Kijk, en natuurlijk heb je het osje van verdiensten heb je nu gehad. En je hebt twee gouden en een zilveren medaille. Maar die vallen natuurlijk in het niet bij onze huisorde. En die mogen wij overhandigen aan mensen die een speciale prestatie hebben gehaald voor ons Bergen. Als je goed kijkt, en ik wil hem altijd graag uitlichten, de huisorde, dan zie je dat er een klein steentje op zit. En dat steentje, daar staat symbool voor uitblinken. Want onze leus is en blijft, samen blinken we uit. En als je ziet hoe dat jij met je team gepresteerd hebt, met alles wat daar omheen zit, dan hebben jullie gewoon samen uitgeblonken. En deze wil ik dan ook graag aan jou overhandigen. Ja? Ja. Ik mag je veel uitgeven, maar zeker een bos. Natuurlijk, deze die gaat de huisorde die zal waarschijnlijk in dezelfde kast gaan als de gouden en de zilveren medailles. Maar deze kun je dan op je nachtkastje leggen. Normaal spelen wij hem altijd op, alleen in verband met corona en de afstand die we moeten houden. Maar natuurlijk ook voor de groen. Kathleen. Wil je een microfoon hebben? Ja.
is eigenlijk, jullie hebben denk ik zelf niet door hoe gepast dit is. Als je op de Spelen bent, dan wordt er eigenlijk vanaf het moment dat je landt en aankomt op de luchthaven, wordt er een nieuwe sport toegevoegd aan je repertoire en dat is pinsruilen. Je probeert van zoveel mogelijk landen, probeer je een speltje te bemachtigen. Kees heeft zich daar echt heel professioneel in ontwikkeld. Die kwam thuis, hoeveel had je er? Ja, echt 36 pins. Van over de hele wereld, allerlei verschillende landen, koalabeertjes, ik weet niet eens wat er allemaal tussen zat. Maar dus als je die aan het einde van de twee weken een beetje voorover zag hangen, dan was dat vanwege al die pins aan haar ket. En ik denk dat deze een hele bijzondere plek krijgt op jouw accreditatieketting. Dankjewel. Alsjeblieft. En bedankt dan nog een keer applaus voor ons Paralympisch kampioen, Sanne Voets. De meeste mensen die hebben nou, die denken nou, dat was kort en ik weet eigenlijk niet wat het is, ook niet. Maar jij weet dat wel. Wat ook weinig mensen weten is dat niet alleen alle dressuurwedstrijden die je aanraakt, die verandering houdt, maar ook orkesten. Want naast Paralympisch kampioen en veel goud ben je ook de enige maestro kampioen van Berchem. Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd aan jou, aan Kathleen, aan Demi, met z'n allen keigoed gedaan en geniet ervan. Nou jongen, nu mag ik het woord hebben. Dankjewel. Leg je wel even uit wat dat betekent? Ja, dankjewel. Ja. Ja, RS2 Dressage Center. Wij zijn de eigenaren, inderdaad hele trotse eigenaren van Demontuur. Ik moet eigenlijk zeggen mede-eigenaren, want ja, Sanne die heeft al zoveel met Demontuur beleefd. Maar goed, namens RS2 Dressage Center uit Groesbeek wil ik een kort woordje doen. 2 jaar geleden werden wij door jou gebeld met de mededeling dat jouw droom dreigde uiteen te spatten. Jouw paard zou verkocht worden, jouw oranje Demontuur. Een streep door al jouw plannen, wensen en vooruitzichten en of wij jou daarbij konden helpen. Na kort beraad werd besloten om dat te doen. Jij was zo serieus en intens bezig met je planning voor de Olympische Spelen in Tokio, dat wij vonden dat dit proces moest doorgaan. Je hebt zoveel gedaan aan voorbereidingen, zowel de afgelopen jaren als in Tokio. Je lessen, wedstrijden, verzorging en dat alles met een enorme liefde voor Demontuur. Samen met Kathleen uiteraard, want die is er ook natuurlijk enorm bij betrokken. Niets heb je inderdaad aan het toeval overgelaten. Je paard laten wennen aan omstandigheden. De hoge temperaturen inderdaad in de binnenbaan om daarmee te trainen. Het is natuurlijk allemaal al gezegd. Dit om het zo optimaal mogelijk te maken en aan de start te verschijnen, dat heeft zich uitbetaald. 2 gouden medailles, individueel en in de kuur op muziek. Een zilveren voor je bijdrage aan het ploegenresultaat. En dat was er voor ons ook zeker één met een gouden randje. Het is allemaal niet voor niets geweest. In deze hulde delen jouw vader en moeder en alle die jou omringden. Geniet en de komende tijd van jouw fantastische overwinningen op deze Olympische Spelen. Namens RS2 van harte proficiat. Dankjewel. Namens de provincie, want ik ben ambassadeur van Brabant Sport. Dus ik sta hier en ik heb ook ooit de Olympische Spelen mogen spelen, maar ik sta ver in de schaduw bij Sanne uiteindelijk.
Sanne, al heel veel mooie woorden heb ik gehoord over jou. Natuurlijk moeten we Kate niet vergeten, want uiteindelijk is het wel vaak zo met coaches dat op het moment dat het goed gaat, zitten ze er altijd langs. Maar op het moment dat het minder gaat, of de coaches niet, maar ik bedoel de groep, op het moment dat het iets minder gaat, is het vaak de begeleiding die uiteindelijk waar daarna gekeken wordt. Dus allereerst denk ik ook een applausje extra voor Kate in ieder geval. Maar uiteindelijk sta ik hier omdat ik ongelooflijk veel respect en waardering heb voor Sanne. Veel mooie woorden natuurlijk, hoeveel medailles je al hebt gehaald, hoeveel prestaties je hebt geleverd. Maar ik dacht bij mezelf toen ik hier naartoe reed van wat ga ik dan over Sanne vertellen. En het mooie van Sanne vind ik is dat Sanne niet alleen een topsporter is, maar ze verstaat ook heel goed wat erbij komt kijken om topsporter te zijn. En wat bedoel ik daarmee? Sanne is niet alleen maar bezig met de sport, maar die kijkt ook heel erg goed verder. Sanne is ondernemend. En spart af en toe wel met mij van oké, wat kan ik nog veel meer uit mijn sportcarrière halen? En dan bedoel ik het, als we bijeenkomsten hebben met mooie bedrijven, dan is Sanne altijd aanwezig. Waar andere sporters denken, nou, daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin in. Nee, Sanne staat altijd vooraan om samen met mij en samen met andere sporters die ondernemers te woord te staan. En ergens, dat is niet de reden dat we daar zijn, maar ergens later komt het altijd wel weer terug. En dat vind ik het mooie aan Sanne, dat ze niet alleen dus die topsporter is, maar echt veel meer uit haar sportcarrière haalt. En Sanne, ik denk ook dat, we moeten het natuurlijk nog lang niet hebben over afscheid, maar ik wil wel vast tegen je zeggen dat ik zeker weet dat op het moment dat dat een keer gaat komen, dat ook jouw weg daarna ook eigenlijk hiervoor ligt en dat je nog heel veel dingen gaat bereiken. Vanuit mijn kant, vanuit de sporterskant, ik heb natuurlijk zitten kijken naar je. Ik hoop nog heel veel keren naar je te gaan kijken en ik hoop ook dat je nog een trotse ambassadeur blijft van Brabant Sport. Want Sanne is ook ambassadeur van Brabant Sport, waarmee wij ons inzetten om uiteindelijk mensen te inspireren en te motiveren om te gaan sporten. En ook daar staat Sanne vooraan en ook daar wil ik van jullie allemaal graag een applausje voor Sanne, want dat is nog veel meer ook waard dan die gouden medaille. De plakken liggen daarvoor, de bloemen zijn al hier. Ik sta hier met lege handen, maar uiteindelijk wil ik je ook zeggen, hoe mooi is het om in je eigen dorp gehuldigd te worden. Maar wij gaan met jou en met alle andere Brabantse Olympische medaillewinnaars en Paralympische medaillewinnaars, gaan we jou op 3 oktober, gaan we jou huldigen op de middenstip bij PSV voor 40.000 man. Ik weet zeker dat het je kippenvel gaat geven, dus heel veel plezier en hier vanavond nog in jouw dorpje. En uiteindelijk pakken wij later nog een keer terug en gaan we ook nog een mooi feestje vieren. Dankjewel in ieder geval. Ja, je hebt de helft van mijn dankwoordje eigenlijk al een beetje weggesnipt net. Oké, improviseren hoort er soms ook bij. Moet je van jouw vader? Ja, wie dat er straks als schuldige wordt aangewezen, daar hebben we het later over. Ja, wat kan ik zeggen? Als je ontvoerd wordt op een vrijdagavond. Vrijdag is het vandaag. Ik ben een beetje kwijt waar we precies zijn. Het is een fantastische reis geweest onderweg naar Tokio. En dan bedoel ik echt niet alleen maar de reis in de bus en in het vliegtuig. Maar de afgelopen 5 jaar. We hebben zoveel keuzes gemaakt, zoveel werk verzet. Er is net al het een en ander over verteld. En dat kan ik zeker niet alleen. Er zijn heel veel mensen die ons daarbij geholpen hebben. En als ik dan hier zo even over jullie heen kijk, dan begint eigenlijk nu pas een beetje door te dringen hoeveel mensen dat er meeleven en mee hebben geleefd en mee ons hebben gevolgd op die reis. En zeker ook in Tokio natuurlijk. Ik vind het super tof dat jullie hier allemaal zijn. Sowieso heel tof dat we een momentje hebben om hierbij stil te staan. Want als je zo met z'n tweetjes, eigenlijk met z'n drietjes aan de andere kant van de wereld zit, heb je geen idee hoe dat het hier moet zijn geweest toen wij onze finales reden. Om dan nu zo iedereen bij elkaar te zien en te zien wat voor een impact dat heeft gehad, dat vind ik echt fantastisch, super gaaf om te zien. Dankjewel daarvoor allemaal. Iedereen, ik weet niet precies nou even wie welke rol heeft gehad, maar iedereen bedankt die een rol heeft gehad in het mogelijk maken van deze avond. Zeker ook de muzikale ondersteuning. Heel tof om even de knipoog naar de Goldfinger te hebben gedaan. Dankjewel. Kate heeft natuurlijk ook al een beetje in het zonnetje gestaan vandaag. Maar nou, dat kunnen we ook niet vaak genoeg doen. En om te voorkomen dat ik weer helemaal in tranen uitbarst, denk
denk ik dat we dat maar op een later moment doen. Ik denk, we hebben het eigenlijk al best vaak laten vallen vanavond. Met elkaar uitblinken, samenwerken, elkaar versterken. Dat is denk ik iets wat we in Brabant sowieso goed doen. Dan kijk ik even met een schuin oog naar Marcel of ik het zo goed zeg. Ja. Maar volgens mij in Berchem al helemaal, weet je. Iedereen heeft zijn eigen rol, iedereen heeft zijn eigen talent, zijn eigen kwaliteit. En als je kwaliteiten en mensen bij elkaar zet en bundelt en op een goede manier laat samenwerken, samen aan een groter plan laat werken, dan kunnen er hele bijzondere dingen gebeuren. En ik denk dat die bijzondere dingen, dat die hier niet alleen maar om mijn nek hangen en voor mijn voeten staan, maar juist ook het delen in die successen, nu dan ook echt fysiek kunnen delen wat er allemaal gebeurd is en hoe mooi het allemaal was. Ja, dat vind ik echt heel fantastisch en ik hoop dat dat jullie dat ook allemaal meenemen. Als je een plan hebt, als je een doel hebt, ergens naartoe wil werken, als ergens je hart sneller van gaat kloppen, go for it. En zorg dat je de mensen om je heen verzamelt om dat samen te kunnen doen, want dan kun je heel ver komen. Dankjewel.